Twee dagen tijd. Dus niet alleen moet je liedjes zoeken. Dan moet je ze ook nog eens naar jou vormen. Teksten ervoor maken. En dan ook nog gaan zingen. Nou, een van de liedjes die je gedaan hebt is van Clouseau. Ja. Die kennen we wel allemaal. Is Anne. Clouseau doet het zo. Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwen moeten blijven duren. Oké. Nou hoor je dit liedje. Hoe pak je het dan aan? Nou, ik had dit liedje, ik dacht van ja, ik wil het gewoon langzamer maken. Ik wil meer een beetje reggae vibe, zeg maar, inbrengen. Ik had gewoon een tempo neergezet. Ik had even alleen een kick dus en een snare neergezet. En ik ging die akkoorden spelen en toen dacht ik, ja... dan gewoon langzamer, zeg maar. Ja, daar heb je volgens mij... Anne op zijn Gerst Vadoels. Morgens vroeg breng ontbijt naar je kamer. Het is nog veel te donker en je ligt nog af te slapen. Je ene been in bed en je haren door elkaar. Ik geef je zoentjes in je nek, voorlopig zijn we niet klaar. Want Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven. Dat is gewoon duren. Ja, ik wacht al veel te lang op jou. Ik wacht al veel te lang op jou. Ja. Ik wacht al veel te lang op jou. Ik wacht al veel te lang op jou. Chris, de broer van Koen. Van Clouseau, die zei, ja, je hebt het liedje gewoon nog beter gemaakt. Dus dat was wel het grootste compliment, ja. Dus ik vind het wel tof. Maar sinds dit liedje en ook die andere liedjes in België, je hebt de Ultra Top 100. En die, die liedjes die kwamen allemaal de Ultra Top 100 terecht. En op dit moment staan er geloof ik 3 liedjes in de top 40 in België. Waaronder Zo Bijzonder staat op... die staat op 9, die hebben we vanochtend ook bij 538 gedaan. En Anne hebben we ook gedaan. Ik weet niet waar Anne nu staat, maar... Het staat erin. Staat erin. Ja, het staat erin. Is het een verrassing voor je dat België ineens zo aan de deur klopt? Ja, wij hebben... Ik Neem Je Mee was daar ook een grote hit. En Bagage Dragen was daar ook een grote hit. Louise was daar nummer 1. Dus er was al wel iets gaande, zeg maar. We hebben daar wel vaak ook opgetreden. Alleen ja, ik had dit niet verwacht, zeg maar. Dan doe je daaraan mee. Ik was heel onzeker toen ik daaraan meedeed. Want ik dacht eerst van, ja, wat moet ik met die liedjes gaan doen? Maar dan doe je er toch aan mee en dan pakt het ineens zeg maar zo uit. Dat is wel tof. Juist omdat je een vreemde eend in de bijt bent en niet een standaard zanger. Het zijn natuurlijk allemaal zangers die eraan meedoen. Ja, ja, precies. En ik heb gewoon mijn versies er echt van gemaakt. En proberen. Ik zei, ja, ik doe er wel aan mee, maar ik moet wel heel veel teksten, nieuwe teksten schrijven. Want ik wil het wel rappen, zeg maar. Ik wilde wel gewoon veel mogelijk rappen.